Mijn naam is Peter de Vries, Universiteit Twente. Ik ben psycholoog en ik doe een hele hoop dingen. Maar energietransitie en gedragsverandering daarbij, dat is wel een van de focuspunten. Ik doe daarnaast nog allerlei leuke projecten over virtual reality tegen etnisch profileren bij de politie en over drones. Maar sustainability, behavior change, energiebesparing, dat is toch wel een van de mijn grootste aandachtspunten. Ik ben ook voorzitter van een werkgroep op dat vlak. En via kwam ik met Marie-José in contact of ik iets wilde vertellen over wat er bekend is in de gedragswetenschappen over energiebesparing. Ik heb even een greep gedaan. Er is natuurlijk heel veel bekend in de psychologie. Ik heb maar 20 minuten, een half uur. Ik kan de hoogtepunten een beetje uitnemen. De dingen waarvan ik denk van ja, die zijn met name voor jullie interessant. Hopelijk dat daar ook aanknopingspunten in zitten. Maar goed, de tijd zal het leren. Aan het eind hebben we de gelegenheid om daarover te reflecteren. Er is al ettelijke keren gezegd. Overgang van fossiel naar hernieuwbaar is een megaproject. Dat vergt heel veel van ons. Vooral ook van burgers. Een verandering in levensstijl. Maar in Nederland lopen we eigenlijk nog heel erg achter op dit vlak. Als je het vergelijkt met andere Europese landen. Alhoewel, met de presentatie die ik daarnet zat, dacht ik van nou, het begint er toch aardig goed uit te zien. Maar wat je vaak ziet, is dat er op een bepaalde manier tegen consumenten wordt aangekeken. Grote projectaanvragen, daar is de burger wel als stakeholder opgenomen. Maar die wordt dan toch gezien als een soort van passieve stakeholder. Iemand die reageert op prikkels en op technologie, maar er niet actief aan deelneemt. En dus ook iemand die onderdeel is van een marktmechanisme. En daarnaast is er een hele sterke focus op technologie. Verzin het maar, zonne-energie, warmtepompen, elektrisch rijden, et cetera. Maar we moeten niet vergeten dat die burgers, dat het ook gewoon actieve participanten zijn. We weten bijvoorbeeld dat acceptatie van technologie, dat is niet zonder meer een gegeven. Interessant in de context van energiebesparing is ook dat als we mensen van woningcoöperatie die weten dat, als mensen van een huurhuis verduurzaamd wordt, worden vervolgens komen weer terug in hun eigen huis, maar dan volledig duurzaam, komen ze er eigenlijk achter dat de besparing die ze verwacht hadden, dat het niet gehaald wordt. Omdat het gedrag van die mensen verandert. Dus verandert de omgeving, dan loop je het risico dat ook het gedrag verandert. En dus in een energiebesparing context, als je zonnepanelen op je dak legt, als je spouwmuurinstallatie doet, als je elektrisch gaat rijden, dan ga je daardoor toch ook anders gedragen. Waardoor dat besparingspotentieel, dat voordeel wat je dacht te behalen, dat toch niet of maar voor een deel gehaald wordt. Dus op basis van technische parameters kun je in ieder geval niet zo heel veel zeggen over wat je daadwerkelijk gaat besparen. Nou, even specifiek over energiebesparing. Interessant in deze context. Ik heb het al meerdere mensen horen zeggen. Wat je kan besparen, dat hoef je niet op te wekken. Dus dat is een factor die we in dit hele verhaal gewoon echt mee moeten nemen. Vraag hier centraal staat is wat weten we vanuit sociale wetenschappen? Nou, dat gaf ik net al aan. Ik heb een greep gedaan in de dingen waarvan ik denk die zouden interessant kunnen zijn. En dat gaat heel erg over de motieven van mensen, de beweegredenen van mensen, de randvoorwaarden waaronder gedrag tot stand komt, et cetera. Want dat is ook belangrijke informatie, want als je dat goed in de smiezen hebt, dan zou je ook gewoon kunnen nadenken over wat goede interventies zijn om dat ongewenste gedragsverandering bijvoorbeeld, om dat te voorkomen. En dus je kunt er pas iets aan doen als je weet wat het veroorzaakt. Nou, ik zei net al, er zijn heel veel factoren. Ik heb hier even een rijtje gegeven. En de concepten met een kleurtje, daar ga ik nog iets dieper op in. Maar bijvoorbeeld als je het hebt over energiebesparing, dan maakt het uit wat je inkomen is. Simpelweg, investeren in duurzaamheid van je huis, daar moet je geld voor hebben. Dat heeft niet iedereen. Grootte van het huishouden is iets wat een rol speelt. Levensfase. In verschillende levensfases hebben we andere behoeftes. Andere mogelijkheden. Als je de 70 gepasseerd bent, ga je dan nog echt fors investeren in je huis? Nou, dat is maar een vraag. Dan kennis. Heel vaak is er gewoon, ook bij burgers, een lacune in de kennis. Mensen weten vaak niet, heel veel mensen realiseren zich niet dat alles
wat te maken heeft met het opwarmen van water, dat heel veel energie vergt. En dat dat bijvoorbeeld gedragingen zijn waar winst te behalen is. Bijvoorbeeld wassen op lagere temperaturen. Vertrouwen, belangrijke rol. Vertrouwen is een soort smeermiddel van allerlei interacties. Of het nou gaat om burgers en banken, of burgers en overheden, of burgers en technologie. Vertrouwen is een soort enabling factor. Die optimale interactie eigenlijk vereiste voor is. Wat ook nog wel eens vergeten wordt, zijn dingen als, ik heb die eerlijkheid niet goed woord, rechtvaardigheid. Om het op nationaal niveau maar te zeggen, van in Den Haag bedenkt men dat en in de periferie mogen we er weer voor opdraaien. Ik heb dat ook wel eens iemand horen zeggen op gemeenteniveau, van ja, die zonnepanelen, het is opvallend dat die altijd aan de gemeentegrenzen komen. En niet erg centraal in de gemeente. Ik weet niet of dat waar is, maar dat is in ieder geval een perceptie. Dus er zit ook een heel sterk rechtvaardigheidsidee achter. Intrinsieke, extrinsieke motivatie, belangrijk concept. Dus bijvoorbeeld prikkels als belasting op CO2 of een subsidie voor het een of ander speelt met name in op extrinsieke motivatie en niet op intrinsieke motivatie. Je zou eigenlijk graag willen dat mensen dingen doen omdat ze daar warm voor lopen, omdat ze daar enthousiast over zijn. Dat is veel bestendiger, want op het moment als je mikt op extrinsieke motivatie, via een subsidie bijvoorbeeld, en de subsidie komt op een gegeven moment te vervallen, geen geld meer voor, dan zul je ook zien dat het gedrag weer teruggaat naar het oude patroon bijvoorbeeld. Als we willen weten hoe gedrag tot stand komt, dan moeten we het ook hebben over de aard van gedrag. Komt het beredeneerd tot stand of is het juist gewoond gedrag? Nou, dat maakt heel erg uit voor wat voor middelen je zou kunnen zetten om gedrag te veranderen. En daarnaast de sociale omgeving. Dus wat wij burgers doen en laten, dat doen we in een sociale context. Wat anderen daarvan vinden, vinden we stiekem belangrijk. Dat wil niet iedereen toegeven, maar grosso modo is dat toch zo. En je kunt ook met groepen, met een sociale omgeving, het werd vanochtend al gezegd, door u vanochtend, dus vanuit een soort noberschap zou je gewoon initiatieven van de grond kunnen krijgen om dingen voor elkaar te boksen. Kun je allerlei benaderingen bij hanteren. Ik ben zelf psycholoog. Ik kijk heel erg vanuit het individu en vanuit sociale omgeving. Maar je kunt natuurlijk ook op allerlei schaalniveaus kun je kijken. Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan dingen als faciliterende maatregelen van overheden. Dus bijvoorbeeld als je elektrisch rijden wilt bevorderen, moet je gewoon zorgen dat er voldoende oplaadpunten zijn. Dus je kunt wel, als er geen niet voldoende oplaadpunten zijn, of als men denkt dat er niet voldoende oplaadpunten zijn, dan kun je stimuleren wat je wil, maar dan gaat die elektrische auto er niet komen. Nou, en dat kun je weer benaderen vanuit allerlei disciplines. En dat doen wij ook. Communicatiewetenschappen, politicologie, bestuurskunde en psychologie. Waarin we toch eigenlijk hopen dat we die verschillende benaderingen of verschillende schaalgrootte met elkaar kunnen verenigen. Nou, ik zei net al, plaats je mensen in een andere omgeving, dan verandert ook hun gedrag. En dat geldt hier in die context van energiebesparing geldt dat. Geldt het ook. We weten bijvoorbeeld, dat liep ik ooit al eens aan toen ik zelf nog afstudeerde was. Ik kreeg een staartje onder ogen van de brandduur van lampen in huizen met conventionele verlichting en met energiezuinige verlichting. Toen hadden we nog geen ledlampen, dat is al wat langer geleden. Maar wat je zag is dat die woningen die uitgerust waren met energiezuinige verlichting, die zou je kunnen zeggen, die vertonen slordig gedrag. Die lieten die lampen ook langer branden dan de mensen die gewoon conventionele verlichting hadden. En nou, dat wordt wel eens bijvoorbeeld moral licensing genoemd. Omdat je al zo goed bezig bent, vind je zelf, mag je best iets slordiger zijn. Dat is natuurlijk niet een heel bewust proces, dat gaat heel sluipend. Maar zo zou je het kunnen zien. Nou, mensen die een zuinigere auto kopen bijvoorbeeld, die zullen ook wat geneigd zijn om die auto ook te gaan gebruiken voor dingen waarvan ze normaal gesproken de fiets of iets anders zouden hebben gebruikt. Allemaal effecten die laten zien dat gedrag verandert op het moment dat je de context verandert. Op iets meer mesoniveau kun je zeggen van nou, als je heel veel energie bespaart in je huishouden, dan hou je dus geld over. En dat geld dat je overhoudt, dat kun je weer gebruiken voor andere dingen. En dat zijn niet noodzakelijkerwijs ook vanuit een energieoogpunt gunstige dingen. Dat kan best weer verbruik met zich meenemen. Dus ook op mesoniveau zie je datzelfde patroon. En tenslotte op macroniveau, economisch principe, als de vraag naar energie af zou nemen, als we met z'n allen onze daken vol zouden leggen en warmtepomp zouden nemen en elektrisch gaan rijden en zo, dan zou de vraag naar energie zou af kunnen nemen. Dat zorgt voor een verlaging van de prijs en dat zorgt weer voor een aanwakkering van de vraag. Dus ook op economisch niveau zie je dit soort rebound effecten.
Nou, gerelateerd aan, dat zijn wat ze wel spillovers noemen. En dat zegt eigenlijk van, ja, de reactie die mensen hebben op allerlei beleidsmaatregelen en prijsprikkels bijvoorbeeld. Dat hangt heel erg af van wat je motivatie is, wat je attitude is en je identiteit. Hè? Dus over het algemeen kun je zeggen, prijsprikkels, belastingsmaatregelen, andere beleidsmaatregelen, die stimuleren vooral de extrinsieke motivatie. Hè? Dus heel veel mensen die zullen dat gaan doen omdat ze dan goedkoper uit zijn, of omdat ze een boete vermijden of een belasting vermijden. Maar dat is extrinsieke motivatie en dat is veel minder effectief. Haal je die maatregel weg, zie je het oude gedrag weer terug. Hè? Dat zou je kunnen zeggen. Kan zelfs leiden tot een negatieve spillover. Hè? Dus op het moment dat je mensen aanzet om een gedrag A te gaan vertonen, dan zullen ze dat misschien wel gaan doen. Maar de vraag is, van, gaan ze dan ook op andere gebieden energie besparen? En er zijn alle studies die laten zien dat het juist een averechts effect daar laat zien. Dus ze gaan op een ander vlak gaan ze meer verbruiken. Dat soort problemen heb je veel minder bij als je intrinsieke motivatie weet aan te spreken. En dat is vooral het geval wanneer je mensen hebt die al heel erg warm lopen voor milieudingen, voor de omgeving, zorgen hebben over het klimaat, gunstig aankijken tegen energiebesparing. Ja, dus als je die prikkelt om bijvoorbeeld met een belastingsmaatregel of met een andere stimulus om een bepaald gedrag te vertonen, dan vertaalt zich dat heel vaak ook in een motivatie om dat ook op ander gedrag te gaan vertonen. Dus je legt je huis vol met je dak vol met zonnepanelen. Nou, laten we eens kijken of we ook iets aan spouwmuurisolatie kunnen doen. Of laten we ook eens kijken of een warmtepomp binnen onze financiële mogelijkheden ligt. Ja, dus het effect van beleidsmaatregelen, van allerlei prikkels, dat hangt heel erg af van wat er tussen de oren van mensen gaande is. Ja, lopen ze überhaupt warm, zou je kunnen zeggen, voor alles wat met het milieu en het klimaat te maken heeft. Kennis en bewustzijn, zijn natuurlijk hele delen van de bevolking, van mensen die eigenlijk niet alles in detail weten van wat met energie te maken heeft. En dat kunnen grote dingen zijn, dat kunnen kleine dingen zijn. Wat ik net al zei, dat heel veel mensen zich niet realiseren dat het opwarmen van water, dat heel veel energie kost. Hè, dus de was doen, de vaatwasser aanzetten en dat daar veel op te besparen valt. Ik werd er laatst ook door iemand op gewezen dat het eigenlijk vanuit een energiestandpunt heel ongunstig is om iedere dag met kokend water je kopje te wassen. Dat was mijn gewoonte lang. Iedere ochtend maak ik mijn kopje schoon. Ik denk, dan hoef ik hem niet in de vaatwasser te zetten. Ik doe hem gewoon even onder de hete kraan. Maar dat is eigenlijk veel ongunstiger dan hem in de vaatwasser te zetten. Ja, dus ook ik met mijn goede intenties, en ik weet best wel dat water op warme energie kost, maar ook ik laat hier gewoon een flinke steek vallen. Nou, mensen weten heel vaak niet van hoe hun verbruik zich relateert aan energie. En daar zijn handige tools voor. Gewoon om even een idee te geven wat je zou kunnen doen om dat kennisniveau van mensen om dat een beetje bij te spijkeren. Dit is een website, kilowatt.at. En daar kun je zeggen van, stel nou hier dat ik 10 vierkante meter aan zonnepanelen op mijn dak heb. Hoeveel kilometer zou ik daarmee kunnen rijden met een elektrische auto? Of, even kijken. 1 per heel is 7 kilometer. Nee, 1 uur, 10 vierkante meter die je 1 uur laat branden. Sorry, ik was niet helemaal compleet in mijn verhaal. Maar je kunt ook kijken van, bijvoorbeeld, wat zou ik met deze hoeveelheid energie, wat zou ik kunnen doen met mijn elektrische fiets? Hoeveel kilometer zou ik daarmee kunnen fietsen? Of als ik 100 kilometer wil fietsen met mijn elektrische fiets, hoeveel steenkool moet ik daarvoor verbranden? Nou, je kunt aan allebei de kanten kun je gaan allerlei opties klikken. Ik moet zeggen dat ik het eergisteren gedaan heb, maar ik ben het vergeten. 100 kilometer fietsen? Ja. Dat is een halve kilowatt. Ja, ja, ja. Nou, u heeft dat duidelijk goed in. Ja, ja. Nou, dank u wel.
Dit is een ander voorbeeld waarom je iets zou kunnen doen. Het is maar een illustratie van een principe, energiefeedback. Hè? Dus dit onderzoek, dat is nog uit de tijd dat je geen gespecificeerde energierekening had. Dat je gewoon aan het eind van de maand of aan het eind van 3 maanden een overzicht kreeg. Of een totaalsom die je moest betalen voor je bij je energiebedrijf. En het idee was in dit project was van als we nou mensen op het moment dat ze keuzes maken, confronteren met de consequenties van hun gedrag in energietermen. Zouden we dan mensen kunnen motiveren om energie te gaan besparen? Nou, dat hebben we gedaan. Dat was een project samen met Miele. Dit is het bedieningspaneel van wat toen de nieuwste Miele wasmachine was. En daar hadden we een energieindicator hadden we daaraan toegevoegd. En dus op het moment dat je gewoon een wasprogramma kiest, een temperatuur, een centrifugesnelheid, et cetera, zie je die hoeveelheid ledjes, die zie je verschuiven. En dus kom je er op een gegeven moment als consument achter van, hey, als ik gewoon een lagere temperatuur kies, ja, dan gaat het best wel ver omlaag. Nou, dan blijkt vervolgens in studies die we toen hebben gedaan, dat je met zo'n simpele ingreep, dat je iets van orde grootte 15, 18 à 20% kunt besparen. Nou, dit is van een simulatiestudie. Toen ik al weg was uit Eindhoven, daar is het onderzoek uitgevoerd. Toen zijn er ook veldexperimenten geweest waarin Miele inderdaad het bedieningspaneel zo'n soort toevoeging maakte. Is er een veldexperiment geweest. Mensen, huishoudens zonder energiefeedback en huishoudens met energiefeedback. En dat blijkt eigenlijk dat 15 à 20% blijkt aardig te kloppen. Ja, dus hier is de strekking van heel veel mensen willen wel energie besparen, maar het helpt als je ze even een zetje geeft. Hè? Als je even wat extra informatie verstrekt. Dit is een ander project, een serious game, een beetje SimCity-achtig, Civilization, nou SimCity meer. Je moet allerlei dingen met elkaar in overeenstemming brengen, in balans brengen. Je hebt mensen die wonen in de stad, die moeten gelukkig zijn, maar die moeten ook energie hebben. Die energie die kun je goedkoop opwekken met steenkolen. Je kunt ook investeren in duurzame energie, maar dat kost meer geld. Maar als je meer vervuiling produceert, worden mensen ongelukkiger, etc. Zo'n soort spelletje. En het idee was van nou, dat zou met name jonge mensen wel een beetje een idee kunnen geven. Dat hoe wij ons gedragen, hoe we onze energie opwekken, wat de staat van het milieu is, dat het allemaal met elkaar te maken heeft. En er is een aantal uitgevoerd in een aantal Europese landen. En we zien bij de mensen die dit spel hebben gespeeld, dat is allemaal zelfreportage, dus er zit een flink element van sociale wenselijkheid in, ben ik bang. Maar die mensen die geven aan dat ze iets voorzichtiger omspringen met dan bijvoorbeeld dat ze het display van hun computer uitzetten op het moment dat ze klaar zijn bijvoorbeeld. Of dat ze kortere douches nemen. Als ze dit spel gespeeld hebben, vergeleken met mensen die het niet hebben gedaan. Nou, dan de aard van het gedrag. Heel belangrijk in deze context. We gaan er heel vaak vanuit dat gedrag eigenlijk beredeneerd tot stand komt. We doen dingen omdat we dat willen doen. En waarom willen we dingen doen? Omdat we het leuk vinden, omdat we denken dat het belangrijk is. Omdat we denken dat onze omgeving dat belangrijk vindt. En dat model wat erachter zit is de theorie van beredeneerd gedrag. Of de theorie van gepland gedrag, een kleine variatie. Dat is dit model. Sorry, dit is een beetje een lelijk plaatje, maar ik kon even niks beters vinden. Het gedrag, het klassieke voorbeeld wat ik op school heb gehad. Dat was afval scheiden. Waarom scheid je afval? Omdat je afval wil scheiden. En waarom wil je afval scheiden? Omdat je dat goed vindt. Hè? Goed voor het milieu. Omdat je denkt dat anderen dat belangrijk vinden. En omdat je denkt dat het kunt. Hè? Dus dat is een model wat heel vaak gebruikt wordt bij het verklaren van gedrag. Maar dat geldt niet voor ieder gedrag. Hè? Dus de relatie tussen intenties en gedrag bijvoorbeeld is notoire laag. Wat je kunt zeggen is van dat soort beredeneerde ideeën over hoe gedrag tot stand komt. Dat is vooral van toepassing bij die dingen die niet zo vaak gebeuren. Hè? Je koopt niet zo vaak een huis. En dat is heel erg belangrijk. Dus je denkt er goed over na. Bloed doneren doe je ook niet zo vaak. Dus die beslissing om daar naartoe te gaan is ook iets wat waarschijnlijk beredeneerd tot stand komt. Maar je hebt in het dagelijks leven maak je gewoon ontzettend veel keuzes. En het zou een beetje van de gekke zijn als je overal bij stil moest staan. Wat ga ik nou doen? Wat vind ik ervan? Wat vinden anderen ervan? En denk ik dat ik dat kan uitvoeren? Dat is natuurlijk ridicuul. Dus als je het hebt over dingen als vervoermiddelkeuze bijvoorbeeld. Van als je naar het werk gaat, denk je dan iedere ochtend na van ga ik op de fiets, ga ik met OV of pak ik de auto? Nee, je doet waarschijnlijk gewoon wat je in het verleden ook gedaan hebt. Dan wordt het een gewoonte. Lichten uitdoen in de kamer bijvoorbeeld ook zoiets. Dat is ook niet iets waar je bij nadenkt. Nou, een mooi voorbeeld van dat dingen habitueel kunnen worden, gewoonte kunnen worden is, dat heb ik heel vaak als ik dan op een gegeven moment op de fiets op de universiteit aankom, dat ik soms als denk van hé,
Maar dat stuk daarover, daardoor Twekkelo, dat kan me helemaal niet herinneren dat ik daar geweest ben. Ik moet er geweest zijn, ik fiets iedere dag, maar ik heb er geen actieve herinnering aan. Dus het is iets wat ik gedaan heb, compleet gedachteloos, denk ik. Dus dat betekent dat de gedragingen die gewoonte zijn geworden, die voer je ook bijna automatisch uit, zou je kunnen zeggen. Nou, en dat betekent ook dat die gedragingen die gewoontes geworden zijn, dat die ook heel moeilijk te veranderen zijn. Dus als je een hele een gedraging hebt die heel ongunstig is voor energieverbruik, dat je daar heel veel moeite in moet stoppen om dat te verbreken. En gewoon tegen zo iemand zeggen van, joh, dat gedrag wat je vertoont, dat is niet goed. Hè? Dat wassen van dat kopje onder de hete kraan, dat is niet goed. Dat werkt niet als het een gewoonte is bij mij. Want op het moment dat ik dat gedrag uitvoer, denk ik er niet over na. Dus als je dit soort gedrag wilt aanpakken, dan kun je een mooie informatiecampagne optuigen. Maar dat gaat waarschijnlijk niet werken. Omdat op het moment dat het gedrag wordt uitgevoerd, je er niet over nadenkt. En al die informatie die zit wel ergens in je hoofd, maar je gebruikt het niet. Jawel, maar daar is heel veel literatuur over, maar dat vergt wat meer inspanning. Dus bijvoorbeeld, ik stel me even een situatie voor. Je hebt altijd je autosleutel op een bepaalde plek aan een haakje hangen. En je zegt op een gegeven moment, shit, ik wil zo graag van die gewoonte af, ik wil met de fiets. Maar eigenlijk, voordat ik er erg in heb, zit ik alweer in mijn auto. Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen, is gewoon je dagelijkse routine onderbreken. Dus dat je je sleutel niet meer aan dat haakje hangt, maar gewoon ergens anders neerlegt. Dus op het moment dat jij, oh wacht, hij is er niet. Oh ja, wacht, ik wilde gaan fietsen. Ja, dus er zijn methoden, er zijn veel meer methoden, maar dit is één methode om te zeggen van dat routineuze gedrag. We zorgen voor een kink in de kabel, waardoor dat routineuze gedrag stokt, tot stand komt. En dan kun je over na gaan denken wat je wel wilt gaan doen. Ja, sleutel van, de sleutel van de auto in de fietstas. Maar hoe doe je dat dan als externe partij bij mensen binnen en bij een dag binnen in huis iets wilt veranderen? Want dat is de vraag. Ja, ja. Ja. Nou, dat is een lastige vraag. Want gewoon als je een rol hebt als consulent of voorlichter, dan sta je hier een beetje met lege handen. Dat is een goede vraag. Dat is een onderzoeksproject op zich, denk ik. Maar wel. Ja. Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou, even terug naar dit model. Subjectieve norm. Het is eigenlijk de invloed van de sociale omgeving. We doen vaak wat we denken dat anderen ook belangrijk vinden. Dus. Iedereen doet het, niemand zal het herkennen, maar we doen het allemaal in meer of mindere mate. We vinden het gewoon belangrijk wat andere mensen vinden. En die factor die komt in onderzoek heel vaak als belangrijk naar voren. Daar zou je mee kunnen spelen. Dus je zou normen die er zijn bijvoorbeeld kunnen proberen te beïnvloeden. Rechtsboven heb ik een plaatje opgenomen. Oh, sorry. Een plaatje. De meeste mensen in deze winkel kopen 4 soorten groenten. Dus dat is onderdeel van een soort gezondheidscampagne. Die mensen probeert duidelijk te maken dat veel groente eten, groente en fruit eten, dat het belangrijk is. Dus je probeert eigenlijk een soort norm te communiceren. En dat kun je doen bijvoorbeeld door te zeggen van, nou, heel veel mensen doen dat. Dus je maakt eigenlijk gebruik van, zou kunnen zeggen, een soort geïmpliceerde sociale invloed. Dus dit wordt ook wel priming of nudging genoemd. Je geeft mensen een klein setje. Maar het heeft in principe te maken met normen. Ja, zeg het. Ja, maar dan loop je het risico dat je weer stuurt op extrinsieke motivatie. Dus als die korting niet meer is, dan verval je terug in je oude gedrag. Nou, daar zou je op allerlei manieren over na kunnen denken van hoe je dat dan zou kunnen doen. Het gaat over communicatie tussen overheden en burgers. Maar denk ook aan bijvoorbeeld ambassadeurs. Dus in het onderzoek dat we aan het doen zijn naar etnisch profileren bijvoorbeeld. Degene die dat onderzoek runt. Die maakt gebruik van ambassadeurs in de politieorganisatie. Die allemaal iets hebben van ja, dat etnisch profileren, daar moeten we echt iets mee. En die proberen die ideeën een beetje te verspreiden onder hun collega's.
Nou, rolmodellen, hetzelfde laken pak. Mensen, je wilt een bepaalde doelgroep bereiken. Dan kun je denken van ja, wat zouden belangrijke mensen voor deze specifieke doelgroep kunnen zijn? Sporters bijvoorbeeld, of influencers op sociale media. Of, dat zijn allemaal ja, soort dragers van een boodschap, zou je dat kunnen zien. Nou, die sociale invloed, hè, dus we worden niet alleen beïnvloed door anderen, maar het samen optrekken om iets te bereiken is ook, kan ook een belangrijke motivatie zijn. Hè, dus dat noberschap, wat eerder al gezegd werd, dat grijpt ook een beetje terug op iets wat hier heel streek eigen is. Maar dat kan voor saamhorigheid zorgen. En heel veel mensen realiseren zich dat ze in groepsverband... dat ze in groepsverband meer kunnen dan alleen. He, dus in dat verband hebben we ook wel groepseffectiviteit. Je kunt denken van ja, wat speel ik nou klaar als het gaat om CO2-reductie bijvoorbeeld. Maar als je dat met een groep mensen doet, dan wordt het al wat haalbaarder. En hoe groter die groep wordt, hoe haalbaarder dat wordt. Nou, interessant onderzoek wordt ook al verricht naar tipping points, kantelpunten. Er werd net genoemd de milde middenstem. Je hebt mensen die falikant tegen energiebesparing zijn en je hebt mensen die falikant voor zijn. Die mensen die falikant tegen zijn, die bereik je niet. Mensen die falikant voor zijn, die heb je al. En die milde meerderheid, daar zitten de twijfelgevallen en die zou je kunnen bereiken. En een interessante vraag is van ja, hoeveel mensen heb je nou nodig om mensen uit die milde middengroep om die mee te krijgen? Nou, wat ik wel grappig vind in dit verband is dat er lijkt ook zoiets gaande te zijn met elektrische auto's. Nu is een elektrische auto al lang niet meer ongewoon. En even los van of je het kan betalen, maar steeds meer mensen denken er positief over. Nou, dat zal een jaar of 5 geleden bijvoorbeeld zal heel anders zijn geweest. Dat heeft ook te maken met het feit dat je gewoon die elektrische auto's in het straatbeeld ook veel vaker tegenkomt. Dus er is een soort van kritieke massa bereikt, zo zou je het kunnen zien. En daardoor wordt het aantrekkelijk voor anderen die niet per se voorlopers zijn, maar om daarin mee te gaan. Nou, tenslotte de gedragscontrole. Hè, dus een inschatting in hoeverre we bijvoorbeeld een bepaalde energiebesparing kunnen uitvoeren. Heb je waargenomen gedragscontrole? In hoeverre denk ik dat ik het uit kan voeren? Heb ik überhaupt de mogelijkheid? Snap ik er genoeg van bijvoorbeeld? Kun je beïnvloeden met communicatie. Bijvoorbeeld in de risicocommunicatie. Daar is gebleken dat als je inspeelt op dit soort, op die waargenomen gedragscontrole, alleen het heet in die context heet dat anders. Zelfeffectiviteit en response efficacy zijn de termen die daar gebruikt worden. Maar het gaat eigenlijk over hetzelfde. Is dat je in kunt spelen op die het geloof dat mensen hebben in het eigen kunnen en hoe ver het eigen kunnen effectief is. En dan blijkt dat als je dat soort elementen in risicocommunicatie stopt, dat ze meer zelfredzaam gedrag kunnen vertonen. En bijvoorbeeld ook dat ze minder vatbaar zijn voor verschillende boodschappen vanuit sociale media. Dus dat lijkt erop, als je ze een betere inschatting kunt geven dat ze het gedrag daadwerkelijk kunnen uitvoeren, dat ze minder gemotiveerd zijn om zelf informatie te gaan zoeken op sociale media. Heb je ook werkelijke gedragscontrole? Dus het voorbeeld wat ik geleerd heb is weer in de context van afvalscheiden. Als jij op een galerijflat woont, waar ga je dan in vredesnaam die 3 of 4 containers, of hoeveel is het, 2, 3 containers, waar ga je die kwijt? Dus dat is eigenlijk gewoon een fysieke belemmering voor jou om gedrag, waar je misschien wel positief over denkt, om het toch uit te voeren. Dus het gaat heel erg over wat zijn de obstakels die mensen hebben bij het uitvoeren van een bepaalde gedraging. Nou, als je mensen wilt faciliteren om uit de auto te komen, nou, dan helpt het niet. Hè? Dan zou je er niet in slagen als het OV gewoon in een bepaald gebied slecht geregeld is. Als je mensen wilt stimuleren tot elektrisch rijden, dan moeten er dus ook voldoende oplaadpunten zijn. Dus daar is ook, als overheid, als instanties, die moeten burgers ook faciliteren in het gewenste gedrag. Zeker als het om deze gedragingen gaat. Nou, ik noemde net al vertrouwen. Dat is van belang in die energietransitie. Mensen moeten beslissingen nemen over investeringen bijvoorbeeld. Er zijn allerlei partijen bij betrokken. Partijen met een agenda, dus installatiebedrijven misschien. Of de producenten van technologie. Maar ook de communicatie van overheden.
Dat kun je snel verspelen. Hè. Dus, nou, dit gaat allemaal om percepties bij burgers. Maar als men je verdenkt van vooringenomenheid, van het hebben van een agenda, of als de besluitvorming niet transparant is, of als er inconsistentie in communicatie is, dan zou dat vertrouwen als heel erg onderuit kunnen gaan. En moet je dus veel meer moeite doen om die mensen mee te krijgen in die hele energietransitie, om energie te besparen. Nou ja, ik heb ernaast zitten denken, wat zou daar oplossingen voor kunnen zijn? Nou, afstand tot de burger verkleinen. Nou, dat is een soort mantra geworden, denk ik. Die zullen je allemaal wel eens gehoord hebben, bijvoorbeeld. Open communicatie, transparantie. Klinkt heel logisch, maar eigenlijk best lastig. Hè. Ik geloof dat onze minister-president ook die regel wel heeft gehoord, open communicatie en transparantie. Maar als ik hem die maatregelen tegen corona zag uitleggen, denk ik van ja, je hebt het niet helemaal gesnapt. En dan gaat het over, dan gaat hij nogmaals uitleggen hoe je iets moet gaan doen en niet wat de gedachte erachter is. Dus waarom mondkapjes verplicht stellen, terwijl je eerst hebt gezegd dat het niet effectief is bijvoorbeeld. Daar zit vast een hele goede redenering achter, maar maak het wel duidelijk. Waarom kinderen thuis houden van school, als je eerst hebt verkondigd dat dat geen effect heeft op verspreiding van corona. Er zit vast een hele goede gedachte achter, maar ik weet het niet. Dus als je dat soort dingen te raden overlaat, dan ondergraaf je eigenlijk je eigen effectiviteit. Nou, iets anders wat ik ken uit de wereld van evenementenveiligheid, dat is spreken met één mond. Daar zeggen ze van ja, je hebt bij een evenement, hè, bijvoorbeeld de zomerfeesten in Nijmegen, daar zijn heel veel enthousiaste partijen bij betrokken. Politie, brandweer, andere hulpdiensten, cateraars, mensen van de gemeente, organisatoren. En die zitten allemaal op Twitter bijvoorbeeld. Hè, en die lopen allemaal te verkondigen hoe fantastisch het wel niet is. Maar als je niet oppast, dan gaan sommige stakeholders die gaan misschien een net iets ander verhaal vertellen dan wat jij eigenlijk graag wilt. En dan gaat eigenlijk de effectiviteit van je communicatie achteruit. Dus dit is misschien ook iets wat je in de context van energiebesparing zou kunnen doen. Dus daar zijn heel veel mensen bij betrokken. Nou, misschien moet je eens na gaan denken over hoe je ervoor kunt zorgen dat je in ieder geval wat communicatie betreft op één lijn zit. Nou, die verandering van levensstijl, dat is, kan ook betekenen dat je individuele vrijheid, dat beperkt gaat worden. Denk bijvoorbeeld aan ridesharing. Dus je zou zeg maar met een buurt of een gemeenschap, zou je kunnen investeren in een auto die je dan met z'n allen gebruikt. Bijvoorbeeld een auto die op waterstof rijdt of een elektrische auto. Maar dat betekent dat je jouw individuele rijgedrag moet afstemmen op dat van je buren of van de mensen in je gemeenschap. Ben je daar wel toe bereid? Dus dat kan ook tot negatieve emoties rijden, tot reactantie. Nou, ook hier geldt, daar is vertrouwen natuurlijk ook weer van belang. Nou, voor smart grids, ook waar we bij betrokken zijn geweest, mensen van informatica die nadenken over smart grid algoritmes. En dat was naar aanleiding van een project wat helaas niet van de grond is gekomen, maar het Tiny Houses project op de campus. Daar was het idee van, we zetten een stuk of 3 tot 6 kleine, hele kleine huizen, moet je denken 30 vierkante meter, zetten we op de campus, laten we studenten inwonen. En die moeten zelfvoorzienend worden. Dus daar liggen zonnepanelen op dak, daar is een warmtepomp, daar is waterstofopslag, daar is afvalwaterbehandeling. Daar is korte termijn, lange termijn opslag van energie. Het idee was, die moet van het net af. Nou, dan heb je dus die algoritmes, die smart grid algoritmes, die moeten gewoon zorgen dat de opwek van energie en de opslag van energie in balans is met het verbruik van energie. Nou, dat laatste is natuurlijk lastig, want dat is bij uitstek menselijk gedrag heel lastig te modelleren. Dat betekent bijvoorbeeld, als je het hebt over beperking van je individuele vrijheid, dat je niet zomaar op ieder willekeurig moment van de dag je wasmachine aan het draaien kunt hebben. Want als er toevallig iemand anders de wasmachine al aan heeft, dan kan het dus zijn dat de vraag op dat moment te hoog wordt. En dat het systeem daar niet aan kan. Dus dat betekent dat op het moment dat jij wilt wassen, dat je de wasmachine wel kan aanzetten, maar dat je in een soort van wachtrij wordt gezet. Nou, dat kan natuurlijk heel ongunstig zijn. Het kan best zijn dat je morgen een sollicitatiegesprek hebt en je moet nog even je overhemd schoon zien te krijgen. Nou, daar wil je liever niet wachten. Dus dat is ook gewoon echt een uitdaging voor sociale wetenschap om daar de vinger achter te krijgen. Nou, even een conclusie. Energietransitie, sterke focus op technologie. Maar ja, ik hoop eigenlijk dat ik met dit verhaal gewoon ook een beetje de kant van individuele consumenten heb kunnen belichten. En dat dat niet geheel onbelangrijk is. Omdat het gedrag van burgers tot in hoge mate bepaalt hoe effectief technologie is in het besparen van energie. Dus burgers zijn geen passieve consumenten, maar zijn actieve participanten.
Ook wel energy citizens zou je kunnen noemen. Mooi woord wat afgelopen 10 jaar populair is geworden. En voor het stimuleren van energiebesparing is het wel heel erg handig als je weet van wat voor beweegredenen zitten erachter. Hoe komt dat gedrag waar we ons op willen richten, hoe komt dat tot stand? Onder welke randvoorwaarden? En wat zouden we daar dan vervolgens aan kunnen doen? Dat is de vervolgstap. Maar je kunt die stap kun je niet zetten als je niet weet wat het antwoord op die eerste vraag is. Nou, hier een mooie quote. Ik wil je nog even wijzen op een rapport dat ik kort geleden waar ik tegenaan liep. Dat gaat eigenlijk precies hierover. De rol van menselijk gedrag in die hele sustainability kwestie benaderd vanuit allerlei verschillende invalshoeken. Van sociologie tot politicologie tot psychologie. Dat is niet een easy read. Maar goed, het is wel een heel mooi overzichtswerk. Dus ik kan hem van harte aanraden.